Elke week neemt Kees Bakker je mee naar een van de vele schatten van het West-Fries Museum. Deze week het Witte Vendel van de Hoornse Schutterij van Jan Rotius. We zijn het museum van de Gouden Eeuw, het West-Fries Museum in Hoorn. En als je aan de Gouden Eeuw denkt, die 17e eeuw, dan denk je aan Rembrandt en Frans Hals. Nou, die hebben we dan niet al, hebben we wel etsen van Rembrandt te zien nu bijvoorbeeld. Maar we hebben wel een soort Rembrandt Frans Hals van Hoorn en dat is Jan Rotius. Die schilderde prachtige schutterstukken in de traditie zoals ook Rembrandt dat deed, Frans Hals dat deed. En we zijn ook enorm trots dat we vier van die prachtige stukken hier kunnen laten zien. Je ziet ze hier achter, één daarvan. Het leuke is dat Jan Rotius, de schilder, geboren in Medemblik, maar hij werkte in Hoorn, ook op het schilderij staat. Je ziet hem daar prachtig links staan met zijn mooie modieuze hoed en modieuze sjerpen. Want dat is wat de mannen wilden laten zien. Ze waren eigenlijk lid van de schutterij, de politiemacht in de 17e eeuw. Maar uiteindelijk wilden ze laten zien hoe rijk ze waren, want je was wel lid van de schutterij omdat je dat moest, maar je moest wel je eigen wapens kopen, je eigen kleding kopen. Dus de mannen die hierop staan laten zien, we zijn niet van de straat, we zijn echt wel mensen die iets betekenen. Nou, dat stralen ze natuurlijk op alles uit. Het is een prachtig beeld van hoe de mode in die 17e eeuw eruit ziet. Prachtige windsels, supermooie sjerpen, hele dure wapens, om maar te laten zien, ik ben een belangrijk man en ik beteken iets. Nou, daar hoort Jan Rotius zeker bij.